Nadenken werd ook heel erg afgeraden. Waar ik vandaan kom, dat kan je maar beter niet doen. Dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker mee. Mijn vader had meerdere groentewinkels, dus wij hadden genoeg geld. Groot huis, grote tuin, ingegraafd zwembad. Zandbak van 4x4 meter voor mij vroeger. Geweldig. Tot na een jaar of 7 dat wij daar gewoond hebben, de groentewinkels van mijn vader failliet gingen in Vree. Toen wij naar het Rijtjeshuis verhuisden, toen werd mijn broertje geboren. Dus ja, mijn moeder stopte met werken. En mijn vader, die ging dus 80 uur per week werken. Die werkte te veel, die zag je niet, die was moe. Als wij gingen eten, dan ging je naar beneden, dan ging je wachten tot je mocht eten. Dan gingen ze eerst uit de Bijbel lezen en dan danken en dan mocht iedereen weer weg. Dus er was niet veel sociaal, persoonlijk contact in de familie, überhaupt. Mijn broer, die was 2 jaar ouder als ik. Mijn vader, die kon heel erg napraten over hem. Er ging elke avond zo'n killende sfeer aan tafel onder het eten. En mijn vader was op een gegeven moment mijn broer weer aan het naar beneden praten. En ik ging erop in. Op een manier van, het is wel mijn broer, ik wil niet dat je zo over hem praat. Het is ook jouw kind, zo moet je niet over hem praten. Toen bleek dus dat mijn broer eigenlijk helemaal niet zijn kind was. Dat was een kind van mijn moeder, maar niet van mijn vader. Dat is schijnbaar een hele grote reden geweest dat mijn ouders samen niet een front waren. Op een dag dat ik uit mijn werk kwam, ik ging aan tafel zitten om te eten. Het was net zo stil als dat het altijd was. Er ging net zoveel spanning in de lucht als altijd. Mijn vader begon te snauwen over mijn halfbroer. En ik vond dat niet eerlijk, niet fijn om in te zitten, dus ik ging terug snauwen. Er zat zoveel spanning en frustratie en boosheid in mijn lijf dat ik schoof letterlijk met 2 armen de hele tafel leeg tegen hem aan. En toen werd hij zo boos dat hij opstond en de tafel op zijn kant gooide. En toen werd ik zo boos dat ik opstond en een stoel naar zijn hoofd gooide. En toen pakte hij bij mijn kraag, schupte hij me de deur uit en zei: kom maar terug als je rustig bent. Ja, ik ben naar de Maas gegaan. Ik ben in een dicht begroeid stuk bosjes gaan liggen en na gaan denken. Ik ben daar lekker 2 dagen blijven liggen zelfs. En toen dacht ik, ja, nu ben ik wel rustig, nu heb ik wel honger, laat ik weer naar huis gaan. Mijn vader was nog aan het werk toen ik thuis kwam. Mijn moeder was thuis, maar die zei, ga maar naar je kamer en wacht maar tot vader thuis komt. Vader kwam thuis, die was moe van zijn werk, die heeft geen woord gezegd. Ik heb geen woord gezegd, mijn moeder heeft geen woord gezegd. We hebben met z'n allen gegeten, netjes uit de Bijbel gelezen en gedankt. En iedereen ging weer zijn eigen ding doen. Ja, en zo ging dat weer een halfjaartje of zo goed. Tot ik de 2e aanvaring kreeg met mijn vader. Ook een heel hectisch moment. Vliegende stoelen en meubels. Dus toen zei hij van, dan ga je maar weer op straat slapen. Na die week ben ik weer binnen op mijn kamer gaan zitten. En aan het eind van de dag kwam mijn vader weer thuis en niemand heeft meer een woord gezegd. Ik ben 3 keer weg geweest. Toen hadden wij een hele heftige ruzie en ik zat al een tijd zonder werk op dat moment. Dus ik had ook geen cent. Ik sliep eigenlijk bij een vriend op de kamer op een matras op de vloer. Ik ben ook 18 geworden terwijl ik bij hem was. Geen appje, geen belletje, niks. Ja, na 3 maanden daar gezeten te hebben, voelde ik me daar ook te veel. Ben ik weer naar huis gegaan. Gingen we s'avonds weer met z'n allen eten en werd er weer geen woord over alles gezegd. Dus ja, echt dingen oplossen gebeurde ook niet. Mijn moeder, die wist op een duur gewoon niet meer wat ze met mij aan moest. En die vond het beter als ik op mezelf zou gaan wonen. Ik zat daar op mijn kamertje van 5x3. En ik wist het allemaal niet meer. En ik snapte het allemaal niet meer. En het hoeft allemaal niet meer. En ik wist op dat moment gewoon, deze gevoelens zijn niet goed. Ik heb nu hulp nodig. Ja, via die mevrouw van de gemeente ben ik terechtgekomen bij Centraal Onthaal. Dat is eigenlijk een loket bij de gemeente van waaruit daklozen hulp kunnen krijgen. Ik voelde al vrij snel een connectie met mijn begeleidster, dat we redelijk op 1 lijn zaten. Ik noem haar altijd mijn vervangmoeder. Ze heeft mij een soort van in mezelf laten geloven. Bijvoorbeeld, ik heb altijd geweten dat er een hoop dingen niet klopten in onze thuissituatie. Als ik 's avonds naar bed ga, dan moet ik mezelf echt bedenken van, oh shit, ik moet mijn tanden poetsen, want dat moet ik wel echt doen. Want vroeger heb ik dat nooit echt erin gestampt gekregen.
Maar elke keer als ik met mensen ga eten, denk ik wel terug aan dat we met z'n allen uit de Bijbel moesten lezen en zo. Daar denk ik aan. Niet aan mijn tanden poetsen, niet aan naar de dokter gaan of naar de tandarts gaan. Dat is heel raar. Dat is niet hoe het hoort.